Kentuck, een naam die ontzag oproept en bekend staat om innovatie, om lef en om de wil om de beste te zijn in slepen en in maritieme diensten. Dit is een film over de oprichter en naamgever van deze maritieme onderneming. Dit is zijn persoonlijke verhaal en daarmee het verhaal van de opkomst en professionalisering van de internationale sleepindustrie vanuit Rotterdam. Ton Koren heeft het al enkele jaren over een film, met verhalen van hemzelf en over zijn werkzame leven. Een boeiend beeldverhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in Kotuk International. Mijn naam is Bram Oosterwijk en ik ben net als Ton een Rotterdammer. Ik heb zo'n 40 jaar gewerkt als haven- en scheepvaartredacteur van onder meer het Rotterdams Nieuwsblad. Ton zocht mij op als hij wat te vertellen had en ik belde Ton als ik voor de krant iets van hem wilde weten. Vanwege onze relatie ben ik gevraagd om te helpen om dit unieke verhaal vorm te geven en over te dragen. Een geschiedenis die begint aan het water in Delfshaven. Ton, je bent hier geboren. Dan heb ik wel eens een verhaal gehoord dat jij bijna in het water bent gevallen of met je benen in het water zat. Ja, ze hebben me een keer gevonden. Toen had je hier die bootjes liggen van de roeiers. Ja. Ja. En die lagen 3-4 breed. En toen was ik toch, 4-5 jaar oud ik ook niet geweest zijn. Omdat we met 5 jaar zijn we verhuisd. En zat ik op het buitenste bootje met mijn schoenen uitgetrokken, met mijn voeten in het water. Het zou wel erg warm geweest zijn. Ik kon helemaal niet zwemmen. Nee, ik wou zeggen, je wist ook niet dat ik dat nodig had als ik erin zou. Nee. Maar goed, ze hebben me gevonden en weer thuisgebracht. Ik hield van accordeonmuziek, hou ik nog van. Ik heb het zelf ook gespeeld. En dat er een accordeonspeler stond op de Schiedamse weg te spelen. En daar hebben ze me ook weer gevonden. Ze worden daar aan dansen in die portiek, geloof ik. Bij dus je vader en moeder gingen af en toe op zoek naar jou? Ja, ik was altijd. Dat avontuurlijke zat er toen al in eigenlijk. Het is net voor de oorlog als Ton in 1936 geboren wordt in Delfshaven. Hij is de 6e generatie Koren die opgroeit binnen deze maritieme familie. Opa Anthony koopt in 1911 een stoomsleeboot, de Matilda, vernoemd naar zijn vrouw. Het is Anthony die de kenmerkende witte K invoert op de schoorsteen. Een bepalend beeldmerk voor de schepen van de familie Koren. Ja, wat voor soort schepen lagen hier toen? Niet zulke grote schepen als deze, ja, die er nu liggen. Ja. Want we moesten dus, dit was de doorvaart naar Delft toe. Naderhand zijn de parsluizen gebouwd. Ja. En de normale scheepvaart kwam via de Schiemond, waar nu een dam ligt, ja. hier naar binnen toe. En dan had je hier een sluis naar de Schiop die naar naar Delft en in Den Haag liep. Dat waren binnenvaartschepen uiteraard. Ja. Stoomschepen allemaal toen? Nee, zeilschepen. Ook zeilschepen. Oh, ja? En wij hadden natuurlijk sleepbootjes. Als die naar Delft toe moesten, naar de Calvé-fabrieken, die waren er al. Ja. En dan moesten ze gesleept worden, want die konden niet zeilen over de Schie naar. En dus die dat was altijd een concurrentiestrijd, ook met toen de tijd ook al Smit. En je had de Haagse sleepdienst. Ja. Ja, die schippers die wachten echt tot mijn grootvader was, want dan hadden ze een speciale prijs mee afgesproken. Okay. Had je grootvader maar één sleepboot? Of? Ja, toen voerde hij zelf nog eigenlijk, meestal met zijn vrouw samen. Mijn grootvader was de 4e generatie in de scheepvaart. Ja. En de 3e in de sleepboot. Ja. Zijn vader die had een platbodem, waar hij ook op geboren is. Hè. Ik weet niet hoeveel kinderen ze gehad hebben. En als ze dus 10, 11 jaar waren, dan gingen ze al van boord af. Want daar was gewoon geen ruimte voor. Ja, en we hadden een put, weet je wel, waar je water mee schept. Ja. Die heb je nu tegenwoordig van metaal of kunststof. Die had je toen alleen van hout, hè. Dat was uitgehold hout. En als je dat ding aan zo'n schip aan het zeilen was, en je sloeg, ik heb dat aan met die rubberputs, je slaat dat als het ware eruit. En als je hem dan verloor, ja, en dat was een duur ding, die puts. Nou, wat ik niet meegemaakt heb, maar wel gehoord heb, maar dan pakte mijn grootvader pakte die kleine die dat had gedaan, die bij kop en kont, die gooide die erachteraan.
Ja, dan kon hij die put vasthouden. Want hij moest met die zeilboot helemaal rond. Hè, om hem weer op te pakken. Ja, die mensen waren veel harder dan dat je nu ooit mee zou maken. En dat waren andere tijden. Andere tijden, absoluut. Ja. Kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Kun je niet voorstellen. Als je het niet meegemaakt hebt. Nee. Maar het waren ook helemaal niet slechte tijden. Het was gewoon anders. Ja. Ja. De wereld zag anders uit. Als je daar naar kijkt, zijn we nu zo ongelooflijk verwend. Ja. Ja. Mijn grootvader had dus die stoomsleebootjes, één of twee geloof ik, de Corrie en de Antonie geloof ik, ja. En die deed sleepwerk, hè, met, dat was, zo'n sleebootje wil je niet weten, dat was iets van 68 pk of zo, 68 pk stoom, helemaal niks. Nee. Ja, maar we sleepten wel drie of vier van die Westlandertjes naar Amsterdam toe, naar de veilingen. Wij hadden natuurlijk konen aan boord en dan ben ik aan geplassen. Daar gingen we 's nachts slapen. Maar dan werden de kolen van ons geruild bij die boeren daar in het Kaaggebied. Voor melk en kaas en alles. Dat was een hele ruilhandel. Met je kolen. Ja, ja. Ja. Weer andere tijden. Ja, andere tijden. De oorlog raakt Rotterdam hard door het bombardement en door de bezetting van de Duitsers. Het gezin Adriaan Koren is aan het overleven en verdeelt de tijd over de sleepvaart en over de winkel van Jacoba Koren. De oorlog maakt indruk op kleine Tom. Zij deed de winkel ja. En mijn vader deed bijvoorbeeld etalage enzovoort. Ja. Ook nog een mooi verhaal. Ik had op dat rangeerterrein wat je daar had, aan de Hutselstraat, daar lagen tussen die rails lagen van die mooie stenen. Dus ik had een hele mooie steen gevonden. Dat heb ik ook. Alleen maar van horen zeggen, want ik was 3, 4 jaar geloof ik. Okay, ja. En ik had daar zo'n mooie steen gevonden. En mijn vader zat op een zaterdag dan de nieuwe etalage te maken. Ja. En dat deed ik met die steen net of ik die door die ruit wilde gooien. Ja. Oh, alsof. Ja, ja. En mijn vader zei, niet doen. Nee, ik denk, nou, mijn vader maakte een geitje en ik gooide heel die ruit aan zijn voeten. Oh ja. Met die steen. Jongen. Ja, dat was natuurlijk een heel duur ding in die tijd, zeker. En we hebben ook meegemaakt dat die brug die over dat rangeerterrein liep, dat daar een Duitser op die brug stond. En die had natuurlijk, je moest verduisteren, je mocht geen licht hebben, niets. Ja. En die kon vanaf die brug kon hij een lamp zien die bij ons in de winkel hing. En die heeft vanaf die brug heeft hij die lamp uitgeschoten. Zo. Ja? En die kogel is in de winkel door de ruit, door een ruitje van zijn glas- en loodruit, is die in de muur geslagen van het traphuis wat daarboven liep. Jo. En daar woonden onze bovenburen. En daar ging ik nog wel vaak op bezoek. Want die zat ook in de scheepvaart, die zoon Betters. En dan kon ik door dat gat wat in die muur zat, ja, in dat trapgat, naar mijn moeder roepen van ik ben boven. Ja? Het zijn van die dingen. Ja, die kleine dingen, die vergeet je niet. Ja, dat vergeet je niet, nee. Ja. Maar na de lagere school, welke opleiding heb jij toen gedaan? Na de lagere school ben ik naar de MULO gegaan hier, in de Korfmakerstraat in Delfshaven. Oh, ben je op school in Delfshaven weer? Ja, ja. Dus en terug. Toen kreeg ik op een gegeven moment, ik geloof dat ik in de derde zat of zo, dat ik een bril kreeg. Ja. En ik wilde naar de zeevaartschool. En als je een bril had, kon je toen niet, destijds wel, niet, niet nee. Naar de zeevaartschool. Nee, nee. Nou, toen heb ik gevraagd aan mijn vader. Ik zei, nou, dan ga ik liever op een sleepboot varen. He, binnenlands mocht dat dus wel. En toen ben ik dus gaan varen eigenlijk op sleepboten van mijn welke vader. Welke functie had je toen aan boord? Nee, je was alles. He. Je voerde samen met een kapitein. Na de oorlog wil en moet de bevolking van Rotterdam door. Er was veel werk in te halen en de haven speelde een centrale rol in logistiek en vervoer. Tom treedt in dienst bij zijn vader Adriaan, die zijn bedrijf vestigt aan de Boompjes. De kade was leeg, toch? Ja. Stonden er al dit soort bouwsels? Nee. Na de oorlog was de hele Leuvenhaven, alles was plat. Ja. Er stond niks. Nee. We hebben nog foto's. Dat staat er alleen een keet van Oosterwijk. Ja, dat was onze opdrachtgever. Ja. Dat stonden van die grote, noem je dat, trechters, hè, waar vrachtwagen zand konden laden. Er lag een kraan die bakken loste in die trechters. Ja.
En daar mochten wij daar ook een klein houten kantoortje naast zetten. Ja. En toen had je dus in de Leeuwenhaven had je al die veerdiensten. Beurtvaarders eigenlijk, die op die havens in Zeeland voeren. Ja. De Zeeland werd hier vandaan eigenlijk bevoorraad. Ja. Het mooiste was eigenlijk dat we de Antonie 2 en Antonie 3 hadden. Antonie 1 hadden we al, die was eigendom van de oom Jan Koren. En de Antonie 2 en 3, die hebben we voor de oorlog waren die besteld door de gebroeders Koren, waar mijn vader dan ook bij zat. Ja. En bij Bijlsma in Wartena, in Friesland. Maar toen kwam de oorlog en toen hebben ze dus de staalplaten onder de grond begraven. En de twee bronsmotoren in een houten gebouwtje geplaatst met een teken erop voor hoogspanning. Dat is nooit een Duitser in dat schuurtje gaan kijken waar die twee motoren stonden. Maar het was wel zo na de oorlog, toen niets te krijgen was, hadden wij natuurlijk de staalplaten en we hadden de motoren. En de rest zullen ze er ook wel bij gerommeld hebben. Want toen hebben we dus die twee slepen, Antonie 2, Antonie 3. En op de ene voer mijn oom Frans, op de Antonie 2 en op de andere 3. Mijn oom Henk, broers van mijn vader. En die woonden daar met hun vrouw aan boord van dat schip. Met de nieuwe schepen afkomstig van de Friese scheepswerf zet Adriaan Koren vol in op de sleepvaart voor de natte aannemerij. De jonge Tom leert veel over techniek. Hij doet het onderhoud van de vloot en vaart ook mee als machinist. Onder andere op de Adriaan. Tom, hoe oud is die sleepboot? Ja. Hoe oud? Ik zit net te denken, volgens mij is die van 50 jaar. Ik heb er ook op gevaren op die boot. Ja. En, heb ik baggerwerk gedaan in Terneuzen en in... Jaren 50, 60. Ja. Ja, ik was de enige eigenlijk die de technische had wat mijn vader nodig had daarvoor. Ja. Want mijn andere broers zaten op kantoor eigenlijk. Hè. Ja. Heb je niet op kantoor gewerkt? Ja, ik had een eigen plaats op kantoor, maar dan was ik alleen maar meestal vrijdags. Want ik zat heel de week al ergens in het land of in het buitenland waar we onze sleepboten werkten. Ja. Ja, en dat bedrijf zou in wezen ook... voor ons geweest zijn, hè? Dat sleepdienst Adriaan Koren. Maar op een gegeven moment zijn er dus strubbelingen gekomen in het familiebedrijf. Ja, al eerlijk gezegd had hij al mijn vader gewoon eerder op moeten treden eigenlijk. Dat was echt een man van verdeel en heers. Ja. Ja, dat is jammer geweest. En op een gegeven moment was het voor jou te veel. Toen heb je gezegd... Toen zei mijn vader, ik verkoop de zaak. Ik zei, nou dan ben ik niet morgen weg, dan ben ik nu gelijk weg. Oh. En ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Maar ik ben wel opgestapt. Ik zeg tegen mevrouw, al moet ik op een booreiland gaan werken. Ik zeg, daar ga ik nooit meer terug. En over welk jaar spreken we dan? 77. 77? Ja. Ja. Ton ziet voor zichzelf geen toekomst in het bedrijf van zijn vader. Te veel meningen en te weinig visie op groei. Hij kiest voor het ondernemerschap. Zijn vader en broers gaan verder met de sleepvaart in de natte aannemerij. Daarna hebben mijn vader met mijn broers... Die hebben grote werken uitgevoerd, de Oosterschelde werken. En na een jaar of 5, 6, het is mij ook heel goed gegaan. Want ik ben puur als makelaar in de sleepvaart begonnen. Ja, en daar heb jij goed geld verdiend, heb ik begrepen, hè? Nou ja, ook heel veel fantastisch werk gedaan. Ja. Ik heb toen grote projecten gehad in Mexico en de Verenigde Staten. Ja. Ja, dat kun je overal, op elk project kan ik haast wel een boek schrijven. Ton Koren International Marine Services groeit en Ton vliegt de hele wereld over. In 1986 koopt hij het bedrijf van zijn vader met daarbij het kantoor aan de Boompjes. De Rotterdamse haven blijft mede daardoor belangrijk voor hem. In de nacht van vrijdag 19 februari blokkeren boze werknemers van Smit Havensleepdiensten de toegang tot de Rotterdamse haven. Inzet van het conflict is het voorgenomen ontslag van 122 van de 430 werknemers. Het teruglopen van het havensleepwerk en een moordende concurrentie op het gebied van de tarieven brachten Smit in de problemen. De concurrentie is begonnen door de komst van het sleepbedrijf Kootduik, dat in 1987 zijn aandacht verlegde van de natte aannemerij naar de haven. De sleepdienst
in een haven is een zeer cruciaal onderdeel van het succes van een haven. Dat is ook wat de visie die Ton had. Nou ja, je had Smit en je had Smit en je had Smit. Dat waren de partijen. Ja, en toen kwam die vervelende Ton Koren en die wilde ook nog een stukje hebben. Ja. Nou, daar was niet over te praten. Ik zeg, jullie hebben zoveel verdiend bij mijn vader, want toen was ik er niet bij betrokken. Met de sleepboten bij de Oosterschelde werken. Geef me nou een stukje. Hallo. Hij gaat weg. Geef me nou een stukje terug. Ja. En toen ging die eventjes, toen die boot hier, toen ging die eventjes bij de jongens van Smit langs. Dus jongens, ik wil bij jullie komen. Ik wil komen varen hier. Ja, Smit. Wat is dat voor een ventje? Die rot op. Maar zo werkte het. Hè? Zij werd gewoon de deur uitgetrapt. En achteraf zeg ik, ja, maar gelukkig ook maar dat ik het niet kreeg. Ja. Ja, ze zijn in hun eigen val getrapt. Monopolie. En hij had het idee opgevat om het monopolie van Smit te gaan aanvallen. En met een havensleepdienst in Rotterdam te beginnen. Een zeer ambitieus plan. Maar de essentie was eigenlijk de hoeveelheid personeel aan boord. Kijk, een bootje kost voor iedereen hetzelfde. Behalve hoe je hem bemant en hoe je hem runt. Wij runden de schepen, de stadsdienst, met 4 man bemanning op een 36-urige week. 12 uur op, 12 af. Dus na 3 dagen hebben we een nieuwe bemanning nodig. Dus zo'n klein bootje had met ziektes en verlof gewoon iets van 23 man nodig. Het was eigenlijk logisch dat dat geen stand hield. Ja. Nou, en als ik begon in Wezen, nou, heel eventjes geloof ik dat we met 5 man op een boot voeren, terwijl 3 aan boord en dan 2 die in de wisselploeg zaten. Maar heel snel zijn we toen naar 7 man gegaan. We hadden 2 ploegen van 3 man en 1 reserve. En die gingen een week op en een week af. En zo draaien we eigenlijk nog. Dus dan praat je over 7 mensen ten opzichte van 23 mensen. En dat heeft natuurlijk op de lange termijn gigantische consequenties. We probeerden het met 3 man en die boten waren ook daar toen in staat om met 3 man gevaren te worden. Dat was natuurlijk de essentie van het businessplan. Nou, pa had wel door dat dat anders kon. Dus dat wil zeggen dat je met uiterst moderne manoeuvreerbare sleepboten, en je betaalt per sleepboot in de Rotterdamse haven, als zo'n schip binnenkomt, in plaats van 4 boten zo'n schip binnen te brengen en 3 eruit, en in dit geval werden 2 sleepboten erin en 2 eruit, ja, dat is een besparing van 7 sleepboten naar 4. Dat is natuurlijk enorm voor een klant, maar ook voor de Rotterdamse haven was het natuurlijk heel belangrijk. Daar heb ik 6 fantastische sleepboten uit het faillissement gekocht in de Verenigde Staten. Het waren echt Spartaanse boten, maar fantastisch goed materiaal. Hele aparte motoren en een heel speciaal onderwater voortstuwingssysteem, wat behoorlijk nieuw was voor die tijd. Maar het frappante is dat toen ik me ingelezen had voor die job, laten we zeggen voor de havensleepdiensten wereldwijd, kwam ik een stuk tegen over 4 of 5 sleepboten in Amerika die in een faillissement zaten, waar de toenmalige hoofd nautische dienst en de toenmalige baas zijn wezen inspecteren en die vonden de schepen niet goed genoeg voor de Rotterdamse haven en ook niet goed genoeg voor een contract wat ze toen net hadden gekregen in Panama. Want we hadden toch schepen over in de Europoort. Uiteindelijk zijn dat de schepen van Koren geworden. Die al die ellende teweeg hebben gebracht. Hoe wist jij dat die te koop waren, die sleepboten? Nee, ik verkocht, natuurlijk deed ook makelaardij. Ik verkocht 3 sleepboten naar Chili. En dat waren hele goede vrienden van me geworden. Die Chileen had ik al eerder boten aan voor verkocht. Ja. En ze noemden mij ook altijd Mr. 5%. Nee, want de meeste makelaars rekenen 2 of 3%. Ik zei, nee, ik geef goede service, 5%. Ja, ik had natuurlijk het hele verhaal meegekregen dat hij die boot in Amerika kocht. Toen is hij ook lang van huis weg geweest met een
een aantal van onze medewerkers heeft hij de boten klaargemaakt in Amerika. En toen kwam dat spul binnen. En dan moet je je voorstellen, als jongetje zag je altijd de mooie boten van Smit Internationale. En wij hadden zeg maar de kleinere bootjes. En dan komen opeens een paar van die grote rode joekels binnen. En dan wist je niet wat je zag. Bemanningsleden van de Smit Havensleepdienstenvloot, dat was natuurlijk niet erg prettig. Die gingen de haven zelfs barricaderen. Ja, we hebben geprobeerd om dat tegen te houden. Je houdt dat op zich niet tegen. We hoorden dus dat die mensen zouden komen. En met die sleepboten. Nou, dat was de eerste reactie. Dat was in maart. Dat die sleepboten van Koren in de Rotterdamse haven kwamen. Toen we met die vier boten binnenkwamen. En toen ben ik zelf de Hoek Holland gegaan. En hebben die jongens me allemaal aan boord gezet. Toen kwamen we dus, het was echt best wel een mooi gezicht. We kwamen dus de hoogte van de stad van Schiedam. Toen lag er een hele barrière van sleepboten. Maar wij waren slepend. Oh. En als je slepend bent, ben je slecht manoeuvreerbaar. En dat geef je aan met een geluidssignaal. Dus we kwamen voor die barrière. Ik vergeet het nooit, Kees Albers, een van onze beste en oudste kapiteins. Dus ik zeg, joh, Kees, wat doen we? Hij zegt, klap je erbij. He, dus niet afremmen, nee, nog eventjes. Nou, en toen waren we er vlakbij. Ja, toen hadden ze, en wij hadden het signaal gegeven. Toen waren ze wel zo verstandig om uit elkaar te gaan. Toen hebben ze ons door moeten laten. En dan krijg je gelijk stukken in de krant van dat wij een gevaarlijke situatie gecreëerd hadden. We hebben samen veel contact over gehad. Ja. Telefonisch vooral. Ja. Stukken geschreven. Ja, we hebben toch ook bij de rechtbank gezeten met het hele spul. Ja, dat was een hele heftige tijd. We werden geblokkeerd. We konden onze eerste assistentie voor onze klant niet uitvoeren. In diezelfde nacht dat die blokkade was, moest ik achter zien te komen naar achter alle privéadressen van de kapiteins die de blokkade uitoefenden, om ze in kort geding dus te dagvaarden. En het lukte, want 's middags om 2 uur zaterdag had ik alle dagvaardingen klaar. Alles was klaar. Ja, en toen werd het afgeblazen. Maar ook goed dat het werd afgeblazen, want dan moesten ze natuurlijk aan het werk. Ja, en toen die hele vloot daar lag, ja, toen dacht ik van shit, hoe gaan we dat aan het werk krijgen? Nou, toen kwamen een aantal contracten en het ging niet heel soepel bij het begin, maar daar heb ik eigenlijk zelf ook heel veel van geleerd. Je moet dan een vloot hebben, je moet zoveel mensen hebben, je moet brandstof kopen, je moet zorgen dat je natuurlijk 24 uur kan varen en bedienen. En als je dan nog op moet bouwen, dus je moet contracten binnenhalen, die zijn ook niet vanaf moment nul allemaal in de portefeuille. Wij wisten dus dat als we de sleepdienst wilde laten voortbestaan en de continuïteit ook van de arbeidsplaatsen van de mensen die daar ook al heel lang in dienst zijn, 25, 30, 35 jaar. Dan moesten we dus iets doen en ja, de enige mogelijkheid was dan in de Rotterdamse haven, wat we ons echt wel realiseerden dat niet het meest simpele was. Ik merkte ook wel om me heen dan zeg maar de mensen binnen het bedrijf die echt bezorgd waren. En toen dacht ik, joh, een paar jaar moet er ook bezorgd zijn. Maar dat liet hij nooit blijken. Hij was altijd optimistisch van dat komt wel goed en die boten kunnen het werk aan. De klanten moeten het nog even zien, begrijpen, maar het komt allemaal goed. Ton had ook de benadering om de klanten ook stapje voor stapje al mee te nemen in zijn visie over hoe die het zou uitrollen. Bijvoorbeeld nieuwe markten, waar die naartoe zou kunnen of waar die naartoe zou gaan. En ook van Rotterdam had hij daar al zeg maar in de markt ook al met mensen gesproken over hoe die dat ziet. Dus dan is het niet zo, ik haal het contract uit mijn tas en wilt u hier tekenen? Maar dan is het al natuurlijk in een bepaalde basis ontwikkeld met begrip en waar we dan voor staan en waar wij mee te maken hebben en hoe we het dan. En dat heeft natuurlijk heel veel gescheeld. En tot op de dag van vandaag doen we het bij Kotick nog steeds zo. En ja, hij bleef maar volharden. En ook binnen onze organisatie waren ze er niet allemaal voor. Ik hoefde mij de naam te geven. Hij belde op en ging mee overtuigen. En dat geeft dan die drijf om echt iets te willen. Dat overtuigt op een gegeven moment. Koren ging actief klanten werven. Iets wat tot dan toe ongebruikelijk was in het havensleepwerk.
Sealand was de eerste grote reder die het contract met Smit verbrak en met koren in zee ging. Met name toen bij Sealand zat, toen ze de eerste contract tekende hier in Rotterdam. Die houden van mensen met moed en mensen die niet ophouden. En dat hadden we natuurlijk. Initieel was er een heleboel ruzie in de haven, afgesloten waterwegen. Een heleboel problemen te overwinnen, maar mensen die dat dan volhouden, ja, die worden ook vanzelf succesvol. Maar binnen onze organisatie wordt dat, in ieder geval binnen de Sealand-organisatie, zeer op prijs gesteld. Ik heb met Sealand een paar gesprekken gevoerd. En ja, daar kwam gewoon uit eerst dat wij houtijn waren. We waren niet bereid om een stuk risico te nemen tezamen met en ondersteuning van koren. Als je op een gegeven moment een grote sleep een klant verliest, dat was Sealand. Maar Sealand zei, we willen niet alles aan koren geven. We doen het 50-50. En als dan de toenmalige baas van de havensleepdiensten zegt, nee, we willen alles of helemaal niets, dan creëer je een markt die tegen je gaat werken, in plaats van begrip gaat tonen. En zo is het gekomen en dan gaat het heel snel. Als dan iemand binnenkomt, in dit geval was het Kotuk, die komt met goede bemanning en goede schepen en kan een heel prijskwalitatief service aanbieden, ja, daar gaat die klant dan voor. En dat hebben ze verkeerd ingeschat. Later is dat ook wel toegegeven. En moest het bedrijf gereorganiseerd worden. En uiteindelijk ben je dan de Zwarte Piet. Maar uiteindelijk waren wij het niet, was het het bedrijf zelf. Dit heeft laten liggen. Laten we het in getallen zeggen. Als je 130 miljoen omzet hebt en je hebt 30 miljoen winst, en je hebt na 4 jaar 70 miljoen omzet en 15 miljoen verlies. Met een ontslag van haast 1000 man, hè? En een vermindering van vloot van rond de 40 naar nog eens 28 schepen. Dat heb ik in die 3,5 jaar gedaan. Dus ik heb meer met de vakbonden zitten onderhandelen in nachten en ontij, 3 jaar lang, dan had ik eigenlijk andere dingen gedaan. Dat is de grote verdienste van Tom. Die heeft de zaak daar enorm wakker geschud. Maar vonden dat geweldig dat er iemand was die de handschoen oppakte en ja, normaliteit terugbracht in de haven. Dat heet concurrentie terugbracht in de haven. Ja, dat was wel een hele mooie start. En toen konden we ook daadwerkelijk laten zien wat we voor ogen hadden en wat we de klanten beloofd hadden. Je kan wel een hoop vertellen, maar uiteindelijk is de proef is in de pudding. En de boten waren goed, maar ook de bemanningen. Topbemanningen. En als je zag hoe die het werk perfect konden uitvoeren, ja, is dat iets om trots op te zijn. In de jaren 90 is Kotuk op dreef en een vaste speler in de Rotterdamse haven. Tom en Art-Jan breiden uit naar Duitsland en Frankrijk. In 1999 ontwikkelt Tom de Rotorturk. En Art-Jan neemt in 2002 de leiding over van Kotuk. De kantoren worden steeds groter. Een schril contrast met het kantoor aan huis van de begindagen van Tons ondernemerschap. Hij zat wel naast me vaak in dat kleine kamertje. Okay. En hij heeft ook, dat is eigenlijk wel leuk dat hij toen al zei, dat heeft hij ook op papier gezet, dat Art-Jan en Ton Koren, onoverwinnelijk. Nou ja. Onoverwinnelijk. Nou ja, redelijk uitgekomen. Toen was er nog maar een lagere schooljongetje. Ja. Ja. Nee, maar goed, hij heeft het altijd, het is eigenlijk toch, ja. Vind ik ook wel uniek als ik zo kijk. Art-Jan heeft 2002 het bedrijf overgenomen. Ja. Of de leiding overgenomen. Bedrijf nog niet toen. En ja, de eerste ruzie moeten wij nog hebben. Nou, pa heeft nooit van de een op de andere dag gezegd, ik ga weg. Ik had zelf wel gezien dat hij aardig wat tropenjaren had meegemaakt. En eigenlijk op redelijk late leeftijd voor zichzelf is begonnen. En hij zag ook wel dat hij een goed team om zich heen had. En mijn vader, moeder en ik zijn alle drie van sterrenbeeld leeuw. Dus ik denk dat hij ook dacht van, ja, die oude leeuw moet toch een keer van de rots af. En die jongen die staat te popelen om naar boven te kruipen. En ik moet je zeggen, dat is heel geleidelijk aan heeft hij mij die vrijheid gegeven.
Maar hij vond het ook moeilijk om te stoppen. Maar hij wilde ook wel een stap doen. En op een gegeven moment, ja, dan had hij ook heel vaak aan Els beloofd om leuke dingen te doen. Maar dat kwam er natuurlijk ook heel vaak niet van. Want zo'n bedrijf heb je 7 dagen, 24 uur, hè? En toen is hij uiteindelijk op 66-jarige leeftijd met pensioen gegaan. Tenminste, officieel heette dat pensioen. Toen was hij ook 25 jaar zelfstandig ondernemer. Dat vond hij zelf een hele mooie mijlpaal. En toen is hij verder gegaan met Rotatuck, maar absoluut wel betrokken gebleven bij het bedrijf. Maar eigenlijk vanaf de dag na zijn officiële pensionering heeft hij ook niet me verder, zoals hij dat zelf zegt, voor de voeten gelopen. Terwijl ik het heel fijn vond dat hij wel regelmatig kwam. Kotuk krijgt als maritiem specialist internationaal steeds meer voeten aan de grond. Grotere opdrachten die op nautisch gebied heel veel vragen van de sleepbootcrew en van het vaartuig. Uitdagingen die een goede voedingsbodem bieden voor de technische creativiteit van Tom. Twee trussers, dus deze stuurboord-bakboord, is al een tractorsleeboot. Dat bestaat al jaren. Hier zat gewoon een scheg in de midscheeps, die dus zorgen dat die boot recht uitvaart als die aan het varen is. Ja? Wat ik dus eigenlijk gedaan heb, omdat we konden ook die drie schroeven naast elkaar zetten, maar dan krijgt die middelste schroef, die krijgt zo verschrikkelijk slecht water. Toen op een gegeven moment, ik denk, weet je wat, maar ik haal die schecht eraf, ik zet daar gewoon een derde truster in. Dat rotorconcept, ja, dat bestond helemaal niet. En toen hij het uitlegde hoe hij het wilde doen, dacht ik, ja, gaat dat wel werken? En uiteindelijk heeft hij het zichzelf ook wel afgevraagd, maar nooit laten merken. Well, I mean, the rotatuck is one of a kind, no doubt. And there is certainly a lot of circumstances where this type of maneuverability can be very beneficial to the customer. The first time I went on board, I have to admit I was skeptical, not about the kind of performance of the boat per se, but I was my skepticism, I would say, was how is an operator going to manage three drives sensibly? When we received the order, I was so convinced that this is a good product for the market that instead of buying two shipsets of machinery, we bought 4 shipsets. Binnen een week tijd hadden we allebei die boten, de trussers eronder gemonteerd en aangesloten enzovoorts. Ik vergeet nooit, er kwam Kees Albers naar me toe en zegt, joh baas, hij zegt, als we tussen de middag dadelijk, we kunnen draaien met alle drie de motoren. Laten we het een keer doen. Ik zeg, ja, nou ja, goed, dat is hij nog van de werf. De werf ging akkoord. Dus we zijn toen, vergeet het nooit, het was heel mooi weer. En de mensen zaten allemaal aan de kant te kijken. En op die ochtend dat we gingen proefvaren, zegt Ton, ja, ik ga niet mee aan boord. Ik zeg, je gaat niet mee aan boord. Nee, jij gaat aan boord en dan kijk je. En als je zeeziek wordt, moet je goed naar de horizon blijven kijken. Dus ik mee aan boord. Want Ton wilde foto's en film maken. Want dat was zo belangrijk om direct te laten zien wat hij kon. Maar goed, ik aan boord. Dus ja, die boot. Die mensen van de werf ziek op de toiletten. En ik buiten. En maar naar de horizon kijken. En ja hoor, hij deed het. Hij ging in één keer, echt in één keer rond, was niks aan de hand. En dus Ton belde me en zei, hij was helemaal, hij zegt, goh, hij doet alles wat we gedacht hebben. Nou, dat was echt zo'n kippenvel moment. And I guess I came off the boat a believer, you know, and I could understand certainly the advantages of the three drives in very close quarters maneuvering. Toen ik de eerste keer aan boord was van de Rotatuck, grote de uitstraling van de boot vond ik prachtig, maar toen de motoren gestart werden en dat we van de kant gingen. Dwars uit en draaien als een drol in een pot. Ja, dat was fantastisch. Ja. Maar daarnaast, het echte mooie is natuurlijk dat je hem aan het werk ziet, vaststaand aan een zeeschip. Of het nou de voorboot is of de achterboot. Maar dan zie je daadwerkelijk wat die rotatuck allemaal kan.
De uitvinding en de bouw van de rotortruck leveren Ton veel respect, prijzen en onderscheidingen op. De beste schip van het jaar award. Havenman van het jaar 1999. En Ton wordt officier in de Orde van Oranje Nassau. In 2023 komt daar nog een prijs bij. We are privileged to honor a visionary leader whose relentless pursuit of innovation has reshaped the landscape of towage operations. The winner of the ITS Lifetime Achievement Award 2023, Ton Koren. It's still a pleasure to see how the guys on the officers on board of the Turks, how they operate. Yeah, I'm a happy, lucky man, yes. De Westerkade is een nieuw stuk nalatenschap gerealiseerd, zoals Ton dat heeft bedacht. Het Korenpaviljoen met daarin de Riverbar. Gebouwd aan de Nieuwe Maas en passend bij de stijl van dit gedeelte van Rotterdam. Als je eens kijkt naar de monumentale gebouwen die hier staan. En je zal niet zeggen, nou dan gaan we slopen, dan gaan we zus of zo. Dat zal wel, net wat ik zeg, het is een beschermd stadsgezicht. Dus zullen ze zich niet snel aan vergrijpen eigenlijk door iets verkeerds te doen. Ik denk dat dit een van de mooiste punten van Rotterdam blijft. Ja? My dear friend. Hey old man. Dad. Thank you for bringing the passion to this industry. It's been a huge honor for me personally and for Robert Allen Limited to have been associated with Kotug over these many years and to share with you our love of tugboats and the love of making them better and safer for everybody that works on them and around them. This is what you get when you have a successful life and successful business. Congratulations. Stay well. Together with mom, stay healthy and enjoy.